Yo, kijkers van Watchtag en welkom bij deze tour van onze Kingdom op de DDG Kingdom. Vandaag gaan wij jullie laten zien waar heel veel mensen eigenlijk al op hebben gewacht. En dat is een tour door Zera. Want iedereen denkt van, wat is dat nou voor land precies? Wat houdt dat nou in? Nou, wij toeren één keer naar voren en dan zie jij één grote muur. En dan denk je, holy shit jongen, what the fuck? Dit is wel een kleine stad, of niet? Want als je kijkt naar Nieuw-Valma, die heeft echt een muur van helemaal die ene kant tot helemaal naar de andere kant. Wij hebben het heel compact gemaakt en dat is om één simpele reden. Een grote stad is gewoon niet te overzien in een oorlog. En als je dan gaat vechten, zoals je kan zien, hebben wij onze muren. Die zijn vrij compact, dus we kunnen ons snel voortbewegen om ons te kunnen verdedigen. Je moet het zeg maar zien als een fortified city die eigenlijk tegen alles wel bestemd is. Dit is ook volledig in survival gemaakt. Dus denk niet, holy shit man. Ja, het is allemaal wel gemaakt met behulp van Schematica. We hebben dan een... hoe kunnen we het zeggen? We hebben dan eigenlijk gewoon het eerst gebouwd op de creator server en uiteindelijk weer nagemaakt in survival. Wat best wel een klus was, want ik denk dat ik hier wel 100 uur mee bezig ben geweest om hier te zijn. Nou goed, we gaan naar binnen lopen. En we beginnen met deze trap. En dan zie je 4 banners staan. En eigenlijk elke kleur houdt een element in. Want ons land bestaat uit de secte. Het geloof in de elementen. En elk element maakt de kracht in iemand vrij. Bijvoorbeeld bij mij is dat, al heel snel te raden, vuur. Omdat ik rode kleding draag. Bijna alle mensen zijn te typeren op hun manier van kleuren. Dus stel je hebt Demi, die zit dan in water. Die gelooft in water. En eigenlijk denk je dan als je hier dan komt... What the fuck, die elementen? Oké. Maar dat komt allemaal nog in een andere video. We komen hier in de binnenstad en dit vind ik één mooie shot, jongens. Als je hier komt, die kisten moet je even wegdenken, want het is eigenlijk allemaal verbouwen geweest. Maar dan zie je hier de Hall of Knights voor ons. En daarachter, ja, daar is het paleis. Nou goed, we gaan even kijken. Je komt hier al op het plein en dan zie je al die gigantisch mooie poort. Heel stevig ook trouwens. We kunnen hem gewoon dichtbouwen als ze willen. Dus als er een oorlog komt, bouwen die ook gewoon dicht. Want we hebben geen zin in binnendringers. Maar goed. Dan hier. Aan onze rechterkant zien jullie de herberg. En dan gaan we even naar binnen. Het is een beetje donker hier trouwens. Maar als ze binnen zijn, dan kan je het wel wat beter zien. Misschien moet ik even een torch ergens pakken. Ah, hier. Die staan daar op tafel gelukkig. Kijk. Zo, nemen we die even mee. Kijk, heb ik hem nog vast? Volgens mij niet. Nou wel. Oké. Okay. Kijk, dat is wat beter te zien. Hier kunnen alle ontmoetingen plaatsvinden. Er staan ook leuke dingetjes op bordjes. Kalisiaanse steak. Heerlijke worst kan je niet betalen, kill. Bokbier, €9,99 bij Albert de Grijn. Of Albert de Grijn, wauw. Ik hoef niet uit denken, schat. Ah ja, al die memes zijn hier ook opgehangen. Ja, ik kan natuurlijk nog naar boven toe, maar daar zijn kamers. Dus dat is wel leuk. Dan gaan we hier naar de smederij. Ook deze kisten moeten weg. Deze is van Romano. Die heb ik ook ontworpen, maar Romano is onze smid. Hier moeten eigenlijk nog 5 armor stands komen te staan. Daar kan hij dan zijn gear verkopen. Maar dan kom je hier. En dan zie je hier eigenlijk een opslag voor hooi, kleine furnaces. En veels moet je natuurlijk van zien. 1 grote oven. En dan natuurlijk 1 grote werkplaats. Oh, oh, wauw, wauw, wauw. En die is nog volgens mij ook een beetje... Nee, die is wel goed. Deze is wel super chill. Dat is eigenlijk de herberg. Nou, dan moeten we weer even terug. Je kan hier natuurlijk ook weer naar boven toe. Eigenlijk elk huisje heeft een winkelfunctie. En daarnaast een woonfunctie. En dit is ook als eerste gebouwd. Dan komen wij bij de Hall of Knights. Eigenlijk hier wordt een ceremonie getoond aan alle mensen die eigenlijk in ons kingdom zitten. Dus stel je loopt hier naar boven, dan zie je hier al snel level 4 hertog heen. Level 4, gener. Oh, dat moet dan een hertog zijn. Of wat? Dit is hertog-generaal. Oh ja, gener. Oh, wauw, ik dacht er niet bij na. Level 4, koning Kaladir. Hier komt dan straks mijn armor setje op te staan. Voor de sier en alle spelers die level 4 zijn. We hebben hier level 4 elite pots. We hebben alternatief level 4 de champion JM. Level 3 Frank of the Filth. Eigenlijk hoe hoger je bent, hoe hoger je staat. En dat is een beetje de functie van deze hal. Hier slaan wij tevens ook onze wargear op. Dus stel, we zullen wat looten. Volgens mij ligt er wel wat in. Je ziet, dit hebben we dan geloot. Dat wordt hier allemaal achtergehouden. Felixius, Diamond Axes. Eigenlijk wil ik een beetje van die shit af. Maar ja, Felixius KB. Dat is dan allemaal geloot in onze oorlogen. Ik had ook nog een zwaard van New Vendorin genaamd Shima. Die zit blijkbaar in mijn Ender Chest. Terwijl ik hem daarin had gedaan. Maar goed, dan komen we hier in de General Store, de Gods Exposed. Ik weet niet voor de mensen die...
Ik moet even vliegen. Oh, die bordjes zijn weg. Nou, dat vind ik niet leuk. Oh, hier. God's Exposed, General Store. Ja, ik kan het even vliegen, want ik wil jullie het even allemaal laten zien. Je komt hier binnen. En hier moeten ook allemaal armor stands op staan. Hier verkopen ze simpele dingen zoals anvils. Alle items, zeg maar. En dan kan je naar boven. Ik vind dit wel heel leuk. Hier heb je dan een magazijn. Kom je boven en dan kom je in het woongedeelte. Eigenlijk zien alle huizen er zo een beetje uit qua inrichting. Mijn hoofdstad is voornamelijk gebaseerd dat het echt heel vet uitziet. Als jij gewoon binnenkijkt in huisjes. Dat is gewoon het chillen eraan. Nou, we gaan weer naar beneden toe. En dan komen wij weer in de General Store. En dan, dat is het eigenlijk ook allemaal. Hier staan allemaal weer dingen op. De beste kwaliteit voor lage prijzen. Nee, geen rotkwaliteit uit je Nava. Echt waar, dit is niet die rotkwaliteit. En dan staat hier heel droog geïmporteerd. Uit Java. echt even zo'n klantengesprek. Ja, hier kan je weer de... hoe heet het in? De herberg. En dan kom je hier bij een huis van de Exodus. Die heeft een huis. Dan hebben we hier stallen. Hier staan ook paarden in. Maar het is hier een beetje donker trouwens. Kunnen we niet even snel... Even hier een torch ophangen? Ja, goed zo. Kijk. We hadden er toch twee. En dit vind ik ook wel heel leuk. Dit is echt maar zo'n achterafstraatje. En dan hebben we hier ook nog een huisje zitten. Dat is de manga shop. Want we hebben best wel wat otaku's in ons land. Als je niet weet wat het is, zoek het op. En hier zit een enchanting room. Want die moesten we natuurlijk ook hebben. Hier zitten allemaal kleine opslagjes. Dus kijk, elk huisje waar een deur zit, kan je eigenlijk wel binnenkijken. En dat is het leuke van Dawnguard. Zo heet tevens ook onze hoofdstad. En dan gaan we hier verder. Dan kom je echt nog eens tegen. En dan zitten hier nog meer stallen. Kijk eens. Hier. En hier, staat ook mijn paard als het goed is. Dit is Silhouette van Demi. Mijn paard heet Hammerlight. Dat is ook heel leuk. En hier hebben we nog een bakkerij. Met Tarte de Tatin de la Chef. Couscous de la Chef. Fromage Antres de la Chef. General de Moche de la Chef. Goed ervaren door Koning Leonski. 7 van de 10 punten. Oh, hier is ook nog geen... jongen, ik heb al die ovens nog niet aangezet. Oh, ik zet hem bijna mezelf in de fik. Dat is niet zo slim. Nou, kijk. En dan heeft hij hier gewoon een werkplaats. En hij heeft tevens ook eentje in het kasteel zitten. Want dat is natuurlijk ook mijn privéchef. Oh, oui, oui. En dan heb je hier nog een huis. En dan kom je eigenlijk al op het hoofdplein naar het kasteel. Dan gaan we nog even één gebouwtje kijken. Want voor de rest zijn het toch allemaal huisjes. Oh nee, we hebben nog twee huizen. Want we hebben natuurlijk ook een aantal dames in Zera zitten. Dat wordt ook wel in het modepaleis gedumpt. Ik weet niet, voor de mensen die een beetje Roentfoen kijken, die kunnen hier naartoe. En die weten van precies wat het is, zeg maar. Ja, hier wordt dan een beetje tentoongesteld. Het is natuurlijk wel een beetje wat meer zo gemaakt dat we kunnen kijken. Hier staat ook wel verboden voor jongens. Alle meiden wonen hierboven. En als het lampje aangaat, dan gaan ze keihard werken, weet je. Zo moet je het zien. Nou, dit is echt de fangirl home. Zo moet je het zien. Ik heb ook hard op de vloer gemaakt. Veel gekleurde bedden. Je weet het wel. En dan hier nog wat dingetjes. Dus dat is wel heel leuk. En de kerst op de taart wil ik het niet noemen. Maar het is wel echt heel vet geworden. Dat zit hierachter. En dat is de brouwerij. Brouwerij de Ketel. Deze vind ik echt heel cool. Gewoon puur omdat je hier al die mechanismes hebt met waterkokers. Barrels tegen de muur aan. Grotere barrels. En dan hier nog een opslag voor hop. En dat is eigenlijk een beetje wat het is. Daarachter staan er nog twee huizen met een pompoenfarm. En dan heb je hier uitzicht op de werkplaats van de smederij. Ik vind hem echt heel vet geworden. Nou, dan gaan we nu naar eigenlijk wel wat de kers op de taart zou moeten zijn. En dat is het paleis. Want we hebben twee muren, zeg maar. We hebben dus de paleismuur en de frontmuur. En dan kom je hier binnen en dan zie je al, je komt in een best wel grote hal uit. Je kunnen alle kanten erop, ik hoor een schaap opeens, oké. En dan komen we, oh wacht, ik ga de verkeerde kant op, we moeten hier naartoe. En dat is de troonzaal en die is voor vuur, denk je, hè? Maar jullie hadden toch 4 elementen? Ja, oh, ik heb net zoals Samal altijd in zijn afleveringen keiharde honger. Dus ik ga even wat eten. Kijk, dit is dan eigenlijk de troonzaal. Hier staat mijn zetel, hij is niet zo groot als die van Java. Maar hij is wel fucking chill. Ik vind hem echt vet geworden met al dat vuur eromheen. En de banners die daar aan de zijkanten hangen. Ik vind hem echt vet. Dus ja, hier worden zeg maar alle ceremonies gehouden. Aanspreekpunten met de koning. Dan komen we hier. In een kleinere hal met allemaal ook weer banners, etens, plekjes. Hier zitten dan soldaten gewoon de wacht te houden. En eten ondertussen. Die hebben daar wel zin in. Dan kom je hier.
En dan zie je hier smederij belastingssysteem, want iedereen die eigenlijk mined in mijn kingdom moet een deel ervan inleveren. En dat doet in telkens als ze gaan minen en ze vinden bijvoorbeeld 10 diamonds, dan moeten ze er 2 of 3 inleveren wat zij respectabel vinden. En hier, goud van en kool, want als je hier naar beneden gaat, heb ik er best wel slim systeem voor gevonden, is alleen voor smeden, hertog, generaal en koning, en die mogen hier gewoon in. En de deur valt altijd achter je dicht, dus stel iemand anders sneakt hier naar binnen, dan controleren we gewoon wie er door de deur is geweest. Hè? Die hebben we dan zo door. Iron, gold en diamonds, dat komt hier allemaal terug. Hé, wat? Die iron moet kool zijn trouwens, dat maakt niet uit. Oké, dan hebben wij hier onze chest room en die vind ik ook wel heel spectaculair. Het is een beetje, het voelt een beetje Harry Potter-achtig aan hier, maar dat komt door al die kisten die hier staan, alles wordt hier gesorteerd. Anvils, we hebben hier furnaces, we hebben crafting benches in de vloer en een heleboel kisten natuurlijk. En hierachter is ook een hele leuke tafel. Je kan zelfs naar boven klimmen, maar dat gaan we nou niet doen. Dan gaan wij nu hier weer langs, zo komen we weer die hal in. Want de hal heeft een extension, nog een hal, maar dan met andere kleuren banners. En we moeten één lange gang naar beneden toe. Want in die gang, beneden, ja, daar komen wij bij de kerkers. En de kerkcomplexen zijn heel leuk. Want zoals je hier zit dan een extra deur. En wat we dan maar alleen hoeven te doen is die hendel over te halen. En dan is het zo, mensen kunnen hier in de hokjes worden gedood, bouwen we ze dicht, kunnen ze er niet meer uit. We hebben 10 cellen in totaal, 2 grote cellen, 8 kleintjes. En we hoeven hier alleen maar dit uit te halen en dan zitten ze vast. Ja, hartstikke leuk. Dus stel dat ze een Yennefer gevangen houden, dan zal hij waarschijnlijk hier blijven. Of we moeten nog een nieuwe gevangenis gaan maken die waarschijnlijk wel gedesigned gaat worden. En dan komen we hier in de schatkamer van Dawnguard. En tevens ook een van de sterkste locaties, gewoon puur. Omdat eigenlijk, we zijn hier net mee klaar. Ik zal het even laten zien. Mensen komen hier. En dan hier, kluis niet betreden. Er zit hier gewoon één dikke obsidian wall achter. Ik ga ook niet laten zien wat we in onze kluis hebben trouwens. Want dat is echt de shit. Ook voor roleplay, intenties en zo is het gewoon hartstikke cool. En ja, ik vind dit ook wel cool. Dat je echt zo het gevoel hebt. Hier kunnen dan, hier heb je dan een soort van, dit is dan zeg maar het laag oppervlak. Dus stel, hier zullen er guards zijn. Dan zien ze gelijk wanneer er iemand aankomt, zeg maar. En dan staat hier zo'n fan bovenop. Dan denk ik van, oh, ik ga die kluis chargen. Dat is toch super vet. Ook deze kisten moeten trouwens weer weg. Met alle rotzooi. Ja, dat is nog wel wat. Dus dan gaan we nu naar de andere kant. Ja, het is allemaal best wel vrij complex met het al met elkaar. Dus ja, dat is vrij hard. Maar het is echt super tof. Dan komen we in een andere hal. Dus als je weer naar de andere kant toe gaat. En dan kom je in onze bibliotheek. En die is vrij groot zoals je kan zien. En we hebben diamonds. Holy shit, we hebben fucking diamonds. Kijk, dit is echt vet. Je moet hier namelijk het water zien. Daar komt één grote rots uit. En die zit vol met diamonds. Ja, ik dacht dat is al hartstikke leuk. Ja, en dat is het ook. Als je hier dan doorgaat, dan kom je bij de andere kant van de bibliotheek uit. Maar dan gaan we eens even de trap nemen. Want die hebben we natuurlijk ook. Hé, hier, kijk, dat is ook het leuke. Als je hier staat, je kan altijd het licht naar binnen zien schijnen als de deuren openstaan. Dan komen we hier, dan zie je dus de bovenkant. Want we hebben 2 etages van de bieb. Hier heb je een wat beter uitzicht over de bieb. En ook hier aan deze kant zit weer een entrance naar de bieb. Kijk, net zoals hier. En dan kunnen we hier naar boven. En dan komen we eigenlijk bij de slaapkamers. En de slaapkamers zijn, op zich heel leuk. Ik heb hier de kamer van de generaal. Dat zijn echt de luxe kamers. Zijn nog luxer dan huizen. Dat is deze. Ik vind deze echt heel cool, want je hebt hier ook echt mooi zicht naar buiten toe. Je ziet de vlaggen. Dus stel binnenkort hebben we een nieuwe generaal, dan dan heeft hij een hele mooie kamer. Ook een hele mooie Warka chart. Eigenlijk, dit is gewoon de din map, maar dan zo gemaakt dat we het hier kunnen zien. Plus, er staan hier gewoon taarten, jongens. Holy shit. Dan hebben wij hier de kamer van de hertog. Die is iets kleiner, want die krijgt waarschijnlijk zijn eigen kasteel in Zera. Want die heeft natuurlijk een eigen stukje gebied. Maar die kan hier ook overnachten, dus dat is ook gewoon prima. En dan hebben we voor de raadgever, oftewel Demi, hebben we ook een kamer. En die is ook heel mooi geworden. Dat is deze. Kijk, heel veel boekenkasten, want die moet heel veel raad geven natuurlijk. Demi die wil de raadgever worden. Alleen de klok functioneert nog niet helemaal, want er zit nog geen klok in. Zo, deur dicht. En dan komen we nu bij het meest epische van heel
ons kingdom eigenlijk. En dat is de Hall of Elements. En dit is één grote hal, moet je zien. Ook al die ramen, dat glaswerk. Dat is toch bruut, als je daar doorheen kijkt. Wauw. Kijk, hier kunnen alle mensen zitten. Er zijn genoeg stoelen voor iedereen. En de leiders dus van alle elementen kunnen hier zitten met mij hier in het midden. En dan kunnen we ons volk toespreken terwijl wij lekker hapje aan het eten zijn. En dat is echt cool, jongens. Ik ga even vliegen, want het is heel hoog. Ik kan hier namelijk ook op komen. Oh, wauw. Kijk, dat glas. Omdat de zon er doorheen schijnt, dan reflecteert het op de grond. Wauw, dat is wel cool. Allemaal met shaders 11. Nou, je hebt hier dus dat glaswerk. Glas in lood moet je zien. Het is echt super vet. En het gaat best wel hoog door. Ik ga niet allemaal laten zien trouwens. En vanaf hier kunnen we ook de muur op. En vanaf hier kunnen we dus een beetje alles bekijken over wat er in deze of in dit land gebeurt. En dat is nog wel vrij veel, denk ik, straks. Want we hebben de loer van Yennava op ons dak. En dan gaan we even naar de laatste kamers toe. En dat zijn eigenlijk vrij kleine kamers. Hier zit dan de keuken van de chef. Eigenlijk gewoon zijn bakker, maar dan in het klein weer nagemaakt. En dan komen we hier. En dan is hier de vergaderzaal. En de vergaderzaal, daar zitten gewoon alle leiders zonder elementen te overleggen. Want Demi is natuurlijk ook leider van een element. En die kunnen hier gewoon rustig zitten. Terwijl als ik dan, ze zullen een keer gaan vergaderen zonder mij, dan kom ik hier gewoon om. En dan zeggen ze, hey, we zijn een vergadering. Ja, maar ik moet naar mijn slaapkamer, loop ik hier gewoon omheen. Ik vind, dit vond ik echt heel cool, dit gevoel, weet je. En dan is dus eigenlijk het laatste mijn slaapkamer. En dat is ook vrij luxe, of een vrij luxe kamer. Hier moeten eigenlijk nog even wat armor stands op. Ik heb wel een persoonlijk ender chest. Kijk, dit is mijn ender chest, boys. Super mooi. En dan komen we hier in Le du Château. Het water des huizen. Oké, kijk. Super mooi. En dan heb ik hier mijn eigen zwembad. En dat is eigenlijk wat ons kingdom inhoudt. Ik ga de rest niet veel laten zien, want er zijn nog wel flink wat geheimen wat we niet hebben laten zien. En ja, dat wordt ooit nog wel een keer ontdekt door jullie, hoop ik, als je speelt op de kingdom en je denkt van, hey, we gaan Zera's even aanvallen. Of je komt misschien in Zera, want misschien dat we binnenkort weer een invite eruit gaan gooien, wie weet. Ja, en dat is het eigenlijk, man. Ik vind het echt heel cool geworden. We hebben echt fucking veel tijd gespendeerd om dit allemaal te kunnen laten functioneren zoals wij ontworpen hebben, gebouwd op de server. Het nam eigenlijk vrij allemaal veel tijd in beslag. En ja, dat is het dus eigenlijk. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie deze video cool vonden. Dan hoef je dat duimpje omhoog als jij het ook super vreed vindt. En laat even in de reacties achter wat jij ervan vindt. Dat is zeker even een goed plan. Dus doe dat en dan zie ik jullie graag in een volgende aflevering van natuurlijk The Kingdom Sera. Want we gaan binnenkort beginnen met Storyline, boys. Dus tot de volgende keer. Later.